Hallo allemaal, ik ben Neuvel van Vinnie Wist. En welkom bij deze verdere review van de Dominator. Bij de vorige was er iets misgegaan, de memory card was full. Voor de rest hebben jullie dus nu wel de unboxing en review gezien die ik tot nu toe heb gedaan. Wat ik voor de rest niet heb gedaan is eigenlijk een farming test gedaan. Voor de rest duurde het heel lang voordat je de drums hebt gevuld. De drums erin doen was heel makkelijk. Voor de rest zit het een beetje in de weg wanneer je primed. Aan de onderkant zit het gewoon heel irritant. Voor de rest heb je Zombieshrike, Dominator, Nerf en Zombieshrike logo. Dit zijn de triggers om het te spinnen. Handle is comfortabel, stock is nutteloos. Tactic grill voor elke tactic grill. Het beste om je handle te doen is gewoon hier zo aan de zijkant. Voor de rest is de handle van plek naar plek doen vrij simpel gewoon om te doen. Zul je vast geen problemen mee hebben. Prime is heel kort. Darts kunnen soms wanneer je dan prime en je rotate, kan de dart soms een beetje haperen. Voor de rest hier niks mee gedaan. Ik heb nog geen farming test voor de rest gedaan of gefilmd. En ja, maar laten we nu naar de farming test gaan. Het is gewoon even een korte video voor de farming test. Ik ga twee drums ga ik gewoon single shot doen. De rest ga ik slam fire doen. Let's go. Wow. De blaast is echt heel slecht. Dit is het nog geen, ik denk nog geen, net 2 meter misschien, 3 meter van, mijn raam is net 3 meter, 2 tot 3 meter ver van me vandaan. En hij gaat daar al een beetje omlaag. Ik kreeg namelijk nou het haakje daartoe, waar mijn gordijn mee omlaag kan. En hij komt daar beneden al. Dat is heel slecht. Nu slamfire. Wauw, bij slamfire kan hij soms haperen. Nou, dat zijn dus de 24 darts. En dan kan je deze beste gewoon droppen bij een Nerf War, want je wilt niet al die drums weer opnieuw gaan vullen. Maar ja, dit is dus voor de rest is eigenlijk die video's van mijn, de twee video's van de Nerf Dominator. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als het zo is, like deze video dan en abonneer op mijn kanaal voor meer boxen en reviews, Nerf News, Nerf Combos en al die zooi. En ik zie je gewoon in de volgende video. Dus Nerf Boy, Nerf Boy uit.